Het is heel knap als je met je beide benen op de grond blijft staan en gewoon als vrouw een dubbele cheeseburger wegwerkt. Ik vind, daar heb ik zoveel respect voor. Hoi, ik ben Donna en ik word binnenkort 30, maar ik heb geen idee wat volwassen worden inhoudt. Daarom schakel ik de hulp van mijn vrienden in. Want wat betekent volwassen worden nou eigenlijk? En wat verwacht de maatschappij van ons? Ik zoek het voor je uit. En een beetje voor mezelf. Wacht hier, dan ga ik even inbellen. Voldoe jij aan de verwachtingen die de maatschappij heeft van een burger? Oh, ik weet niet welke verwachtingen dat zijn eigenlijk. Netjes de lijnen volgen? Nee. Denk het wel. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat vind ik ook helemaal niet interessant. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Is het niet in de bias? Nou, ik denk uiteindelijk doe ik het wel. Ik ga niet een bank overvallen of zo. Ik denk dat je daar alleen maar heel gestrest van wordt als je moet voldoen aan verwachtingen van andere mensen. Ik doe mijn best, maar soms bewust doe ik het ook even niet. Ik denk dat dat ook is waar wij veel last van hebben. Je kan alles worden wat je maar wil, maar dat werkt verlammend. Bot gezegd, de maatschappij die verwacht dat je belasting betaalt en dat doe ik. Soms heb ik gewoon, trap ik er even tegenaan. Ik vind het juist heel fijn om een beetje erbuiten te mogen leven. Die verwachting die de maatschappij heeft, dat die heel toxic en ongezond is. Goeie burger. Hele goede burger. Stelling. Avocado veggie burger of dubbele cheeseburger? Ik balans. Je balans? Ja. Ik vind cheeseburgers niet zo lekker. Dus dan ga ik voor de avocado veggie burger. De avocado veggie burger. Dat wordt gezegd dat het beter is voor het milieu. Dat je daarmee bezig bent. Zet toch, voorbeeld burger. Maar ik heb een vreselijke hekel aan die hele vegan stroom die nu gaande is. Ik probeer zoveel mogelijk vega te eten, maar af en toe ook gewoon lekker stuk vlees. Dan eet ik geen vlees. En daar bespaar ik dan heel veel water mee en heel veel dierenleed. Maar vervolgens zit ik wel 3 weken op een rij te kijken naar de vliegtuigprijzen, omdat ik hem zo goedkoop mogelijk wil boeken. Mensen die in één keer een glutenvrij dieet hebben, terwijl ze helemaal geen glutenintolerantie hebben bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat echt iets heel raars. Soms een dikke, vette, dubbele cheeseburger en soms een avocado burger. Ja. Mag dat? Nee. Nee? Prachtige ziektes mee kan genezen en zo. Jongens, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, dan ga ik voor een dikke, vette avocado burger. Oh, ik kan niet andere verwachten. Nee, nee. Maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk burgers skippen, maar ik kan wel een lekker stukje biefstuk eten.